en Rick. En ik heb binnen. En als het goed is. Dit is echt de beste pancit ooit. Ik heb net met Kitty. Als je. Ja, dan gaan we naar het wagentje kiezen. Goedemorgen, het is vrijdag en het zonnetje schijnt lekker naar binnen en ik lig zo warm onder de deken. Dan wil ik er nooit uit, want dit voelt als zeg maar de perfecte bubbel. Warmte, zacht, liggen, niks doen. Echt, ik hou hiervan. Maar goed, ik moet zo wel echt dingen gaan doen. Dus uit mijn lekkere bubbeltje. Maar ik wil niet. Ik wil echt niet. En me gisteren best wel vroeg gaan slapen. Dus het is best wel betijds nu. Dus ik kan wat van mijn dag maken. Zij is mijn oma nog aan het slapen. In ieder geval, die zal wel wakker zijn, neem ik aan. En die is daar vandaag tot na zwemles. En dan komt ze gezellig weer naar mij. Ik was net gedoucht en aangekleed. Die ik stond nog aan te kleden. En toen kreeg ik een pakket binnen. En als het goed is, hoort dit bij mijn organisatiedrang. Ik heb natuurlijk pas het organized gekeken. En toen heb ik deze besteld. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik wilde dit eigenlijk al een tijdje en dan ga je ze eens kijken. Dit zijn allemaal van die grote pasta buizen. Dus ik denk dan kan ik die allemaal neerzetten en dan kan ik daar mijn pasta's in doen. En dan heb ik ook meer ruimte in mijn la voor de andere dingen. En ik heb er 6. Is dezelfde, want ik wil de grote, want je hebt ook met allemaal maatjes, maar dat wilde ik niet. Ik wil de grote, dat er een pasta in kan en dat je ook gewoon een heel pak erin kan. Dus, dat zijn deze 6. Dus die ga ik zo gelijk even vullen. En ik heb gisteren met mijn moeder al besproken dat ik gewoon een... Ik heb een halve rolletje labels gekocht. Dan kan ik gewoon voor alles wat ik wil labels aan mijn moeder vragen. Want die heeft een labelmaker. Om nou ook weer een labelmaker te bestellen vond ik ook weer te veel van het goede. Het is nou ook weer niet dat je het zo vaak gebruikt dat je altijd labels moet hebben. En zij heeft er één. Ik wil die stickers eraf, want dat vind ik lelijk. Hopelijk gaan deze er netjes af. Ik vind het altijd zo lelijk als je dan... restanten van stickers ziet. So far, so good. Ik was de rommel aan het opruimen. Ik heb de buizen net gevuld, maar toen kwam mijn volgende pakketje. En dat zijn deze, de nieuwe onderzetters. Want ik heb, ik krijg er nog één. Grijs op dat zwart, maar ik vind het niet mooi. Maar ik weet eigenlijk niet wat ik van deze vind. Of ik ze mooi vind. Ze waren best wel prijzig, maar ik vind ze niet mooi. Ja, het was heel erg lastig om goede te vinden. Dat ga ik hiermee doen. Vind ik dit leuk? Ik weet het echt niet. Dat ga ik heel veel laten bezinken. Ze zijn dus zo en ze zijn van een zacht materiaal en dat zie je net goed zo, ja. En dit moet dan ook een beetje dat rosé goud zijn. Maar ik vind ze meer oranje. Het is niet goud en... Nee, ik vind ze echt stom en lelijk. En ze zien er echt zo anders uit dan op het plaatje. Dus ik ga ze echt terugsturen. Ik vergeet wel gelijk heel mijn buizen te laten zien. Deze ga ik zo
een pakket bijhalen. En deze ook. Dan zijn ze voller. Die had ik al op de lijst staan. Deze ook. Want hier kan ook nog een kilootje bij. En dan heb ik deze. En deze. Dit is spaghetti. En ik heb ook fusilli op de lijst staan. Dus dat wordt voor in deze buis. Want die heb ik normaal ook. Maar die was op. En ik heb al naar mijn moeder geappt voor de labels. Welke 6 ik wil. Dus die gaan heel leuk op het aanrecht staan in plaats van in mijn la. En dan heb ik ook echt gelijk weer ruimte in mijn la. Alleen ik wilde eigenlijk ook één buis met tagliatelle. Maar er kunnen er geen 2 naast elkaar. Dus dan krijg je zo. Nou, dan kan er dus niks in. Dus daar krijg ik dan nog een andere pot voor. Ik wil eigenlijk ook voor Mie. Dus eigenlijk zou ik dan nog zo'n buis en een grote. Maar ik moet even kijken hoe ik dat wil gaan doen. Want het liefst heb ik dan wel een pot die hetzelfde is, maar dan breder voor de tagliatelle. De Mie heb je ook een bolletjes, maar ik heb ontdekt dat je ook die kleine stukjes hebt. En die eet ze echt fijn en die Mie is echt lekker. Dus daar ben ik eigenlijk een beetje naar overgestapt. En die kunnen wel in zo'n buis. Dus ik moet gewoon even kijken hoe ik dat ga bestellen en hoe ik dat ga doen. Oké, retourpakket gemaakt. Ik heb het glas gepakt wat weg moet. Ik heb textiel dat weg moet heb ik gepakt. Dus dat gaat allemaal zo mee. En dan is dat allemaal opgeruimd. Dan boodschappen doen. En daarna naar huis. En gewoon huishouden en zo doen. Want daar ben ik eigenlijk nog niet echt aan toegekomen. Maar eerst deze dingen even weg. Dat ruimt lekker op. Dat schiet ook lekker op. Dus ik wil gewoon zoveel mogelijk doen voordat Sarah in ieder geval terug is. Ik wil zo graag dat alles wat ik in huis wil af is. Maar op de een of andere manier kom ik niet. En denk, wat doe ik fout? Weet je, waarom lukt het niet? Maar ik heb wel stappen gemaakt. Het speelgoed van Sarah op zolder is echt top nu. Daar ben ik echt wel heel blij mee hoe dat nu staat. Ik heb daar boxen bij besteld voor het andere speelgoed wat daar nu nog niet in paste. Dus, de camera gaat weglopen, zie ik. Dus dat wordt dadelijk ook beter. Dan moet de kist nog naar boven. Dan is dat allemaal in ieder geval opgeruimd uit de woonkamer. Dus daar ben ik echt al heel blij mee. En ja, er moet gewoon zoveel nog uit huis. Dus ik ga daar zo ook weer een stukje mee verder. Maar voor nu eerst deze dingen weer uit huis. Dat scheelt, dan is dat opgeruimd. De boodschapjes zijn er allemaal gehaald. En ik heb lekker van zit gehaald. Want wat ik trek in is, gaat zo jaloers zijn. Maar ja, volgende keer beter. Dit is echt de beste pankzit ooit. Ik ben weer terug van boodschappen doen. Ik heb bijna alles al opgeruimd. Ik heb allemaal pasta's gehaald voor in mijn buizen. Dus die ga ik er ook allemaal even in doen. Ik vind dat helemaal leuk om dat dan weer aan te vullen. Ja, ik ben hier helemaal blij mee. Dit is dus waarvan ik zei, ja, als ik 1 pak, dacht ik, dan gaat het net niet passen. Dus nu staan ze en dan komen er nog zo labels op wat in wat zit. En ik wilde eigenlijk nog een paar bij. En mijn kleine meisje is er weer, die een beetje gekke bui heeft. Oh. Ja, ga je lekker kietelen. Oma heeft haar tas vergeten. Oh, was die voor oma mee te nemen? Ik dacht ook dat je het daarin had gedaan. Ja, dat had ik. Want dat is jouw tas. En Kitty is er ook. Met telefoon in de hoek. Nee. Oh. Jullie kwamen bijna tegelijk binnen. Piep, 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 piep. Wat is dat? Piep. 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 Oké. Klinkt intelligent. Auw. Zo, dat doet echt pijn. Dat vind ik niet zo grappig. Je duwde mijn arm een richting op die niet op hoort te gaan. Ik heb net met Kitty. Dan gaan we naar het wagentje kiezen.
Dus we hebben net Married at First Sight gekeken. Oh, je kan maar uit 3 kiezen. Nee, je kan hem laag verder. Oh. Dus je kan uit heel veel kiezen. En nu gaan we Mario Kart. En ik heb nu gewoon Married at First Sight Australia in mijn favorietenlijst gezet. Of in mijn, hoe heet het nou? Opgenomen. Ja, serie opnemen. Dus ik ga gewoon zo'n serie volgen nu. Dat doe ik echt normaal nooit. Dus ik ben benieuwd. Het is heel moeilijk praten en wielen kiezen. We gaan Mario Kart. Meteen. Je vreet iedereen op. Ik moet naar jou kijken. Ik krijg gelijk de baan af. Doe ik met Sarah ook een keer. Dus ik te kijken wat zij aan het doen is. En dit gaat niet goed. Sorry, maar ik weet niet. Bam. Jij wordt morgen wakker. Wat zijn mijn handen verkrampt? Wat heb je gedaan? Denk je, kom je nou door trainen? Oh nee, wacht, ik heb Mario Kart gespeeld. Ja, echt hè? Dat was mijn train, je spieren nog gewoon van pure spanning in het spel. Dus jij denkt, zoveel zinnen. Echt te grappig. Kitty en ik gingen even snel 1 toernooitje Mario Kart doen. En daarna gingen we film kijken. Terwijl dat was de planning. Maar 1 toernooitje werden er 2 werden er 4. En voor het weten wisten, was het zo laat dat het eigenlijk voor Kitty echt wel tijd was om naar huis te gaan. Maar we hebben heel leuk zitten spelen. Het blijft toch altijd wel echt gewoon een heel erg leuk spel. Maar goed, ik ben de kamer aan het opruimen. En daarna ga ik lekker slapen. Dus ik wil nog wel de vlog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je onder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!